Welkom bij Helmond Schout. Vandaag weer een vol programma voor onze senioren. We zijn in de kunsthal. Straks meer over de tentoonstelling Ongewoon Alledaags die u hier binnenkort kunt gaan bekijken. Verder een reportage over de buurtuin in Brandenvoort en een gesprek met Theo Lambert. De goede man is al 80 jaar lid van voetbalclub Mulo. En verder de aankondiging van een nieuwe rubriek waarin u een rol kunt spelen. Maar we beginnen natuurlijk met Helmond in beweging. U kunt weer lekker meesporten met Jip Plus. Goed, dames en heren, van harte welkom vandaag weer bij een nieuwe beweegles. We gaan lekker actief bewegen op de muziek, dus die komt er als het goed is nu lekker aan. Doet u maar gezellig mee. En gaan we eerst beginnen met stappen op de plaats. Neem de armen lekker actief mee. Heel goed. Let op, we gaan een stap naar voren maken. Beide benen gebruiken we daarbij. En de handen mogen ook mee. De welbekende V-step. En weer terug naar achter. Naar voren en achter. Heel goed. Doen we nog twee keer. Nog één. En gaan we stap op de plaats. Neem de armen goed mee. We maken dadelijk een variatie ervan. Waarbij we naar achter gaan stappen. Dus de A-step. Let goed op. Komt ie aan. En neem de armen goed mee. Achter. Midden. Achter en midden. Heel goed. En ook op de stoel kunt u vandaag weer lekker meedoen met ons. En nog een paar keer. Nog twee. En laatste. En stap weer op de plaats. Heel goed. We gaan zo dadelijk de handen op de schouders plaatsen. Zodat we deze ook even goed los gaan draaien. Komt ie aan. Handen op de schouders. En draaien rustig naar voren. En blijf tussendoor gewoon doorstappen. Ook als u op de stoel zit. Mag wel, hoeft niet uiteraard. Het is aan u vandaag. En we draaien ook een keer naar achteren. Rustig tempo. Heel goed. Doen we nog drie keer. Twee. En de laatste. En schud even goed los. We stappen weer actief op de plaats. En we gaan de knieën nog even wat meer heffen. Dat betekent dat we de hand daarbij naar de knie gaan bewegen. Heel goed. En stap nog even door. Doe nog twee keer. Nog één keer. En we stappen hem lekker uit op de plaats. En we gaan door met de volgende oefening. Oké, loop lekker mee. We gaan de hart en longen wat in werking zetten. Loop ontspannen door en zwaai de armen. Rustig met me mee. Daar naar voren en terug. Voor en bij. Stap voor en terug. Voor en bij. En duw hem door en terug. En voor en terug. En blijf dan staan. Til de knieën wat hoger. Oké. Op en steeds iets hoger en veer mee. En op en op en veer, maak lang. En op en op en loop rustig door. Pak het springtouw en draai. Draai hem onderdoor en draai vanuit die polsen rustig door. En de rechtervoet naar voren. En op en neer. En veer ritmisch mee. Til hem draaien. Daar gaat hij. Let op. Wissel door. En 1 en 2. En draai maar rustig mee. Dan til hem op. Oké. Okay. Ja, kom maar dan. Ga door. En nog 4. Dan nog 3. Dan nog 2. En 1. En loop weer door. En door. Oké. Okay.
en veer. Billen naar achteren, knieën voor, handen bij de wangen. En maak twee vuisten, duw en duw. Maar grijp nu naar voren, alsof je iets pakt. En grijp en haal het naar je toe. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, komt ie. Oké, en vier, drie, twee en vier keer rechts. 1, 2, 3 en wissel. En 1, 2, 3 en 4 en loop weer door, loop weer door, loop weer door en maak je trots. Naar de schouder, dan omhoog en weer terug naar beneden. Weer op, maak lang en terug en bij en op en hoog en voel je hart en longen en op en op en terug. Oké, en 1 en 2 en buig dan door. Oké, en 4 en haal en duw hem rustig door. En nog 8 en nog 7, nog 6, nog 5, nog 4, nog 3, nog 2 en loop rustig mee. Zwaai de armen rustig uit en doe de handen omhoog. Adem in en rustig naar beneden. Goed, dames en heren. We gaan rustig stappen op de plaats en we gaan door met een aantal armoefeningen. Strek de armen en draai een paar kleine rondjes naar voren. Heel goed. Maak ze nu eens wat groter. Gaan denkbeeldige grotere cirkels draaien. En nog groter. Blijf vasthouden. En nog groter. Dat een hele grote cirkel wordt. 3, 2, 1 en ontspannen even. Doen we dadelijk nog een keer. Maar we draaien dan de armen de andere kant op. Komt ie nog een keer aan. Strek de armen en de rondjes de andere kant op. We beginnen klein. Blijf het nog even klein houden. Heel goed. En we draaien de rondjes wat groter. En draai door. Nog wat groter. Blijf doorgaan. Blijf doorademen. Wordt wat zwaarder, maar dat is niet erg. Nog wat groter. Blijf vasthouden. Nog 2. Nog 1. En ontspan. Heel goed. Gaan we door met een armcombinatie. We strekken de arm naar de schouder. Zijwaarts uit naar de schouder. Omhoog naar de schouder. Voor, schouder, zijwaarts, schouder. Boven, voor, zijwaarts, voor. Dat kunnen we ook met de andere arm doen. En Jos gaat nog even goed door. Want ik had niet gezegd dat we zouden stoppen. Dat klopt inderdaad. Maakt niet uit. Gaan we door met de andere arm. Komt ie aan. 2, voor. Oké, okay. Naar de schouder, voor, schouder, zij. En op, heel goed. En voor, en zij. En op, heel goed. En voor, zij. Op, nog één keer, voor, zij. En laatste keer op, heel goed. Schud even los. Gaan we dadelijk als laatste nog een keer ze samen doen. Dus beide armen tegelijk. Komt ie aan. 3, 2, 3, 2, 1. Schouders voor, schouders zij. Schouders op en weer naar voren. Heel goed. En naar de zijkant. Op. En nog één laatste keer. Zijwaarts. Op. En ontspan de armen even goed. Schud alles even goed los. En neem een goede adem. Lucht, hap. En dan gaan we door naar de volgende oefening. Goed, ga lekker met me mee. We gaan wat kracht doen voor de benen. Maar ook een stukje balans erin verwerkt natuurlijk. In het kader van een stukje valpreventie. Stel je voor je is water en je tipt met één voet het water aan. Je maakt kringen en je haalt dan de voet. Ontspannen weer terug. Beginnen met rechts. Tip en terug. Buig door je stambeen. Gebruik die armen. Rijk naar voren. Dan weer terug. Maar let op, niet te ver. Je maakt die kring al op het water. En je haalt je voet weer terug. Duw hem voor. En dan de laatste keer. Wissel dan van kant. Duw hem uit. En raak het water zachtjes aan en terug. Zie de kringen op het water. En haal hem dan weer bij. Duw hem voor. En sta
ontspannen op je stambeen. Duw hem door en dan weer bij. En laatste keer. Opzij nu. Opzij en raak het water aan. En zet de voet weer terug. Heel langzaam en gecontroleerd. Gebruik die handen ook. Sluipend uit en dan weer bij. Voel wat die spieren doen. Balans en kijk naar één punt dan. Wissel andere kant. Duw uit en weer terug. Duw uit en in balans. Heb je moeite met je balans? Gebruik dan eventueel de stoel. Dat kan ook staande, dus ga door. Maar zoek dan steun, oké. En duw hem uit. Haal hem bij. De laatste. Oké, goed, loop door. En we maken een uitvalpas met rechts. Dus vang je op en duw weer terug. Vang je op en weer bij. Val, maar nee, niet echt. Vang je op en duw je terug. Voel wat je hebben kunt. Kijk goed naar voor. Voor en weer bij. En wissel dan maar door. Val naar voren, buig goed in. Vang je op, heel sierlijk. Rustig aan en kijk naar voor. Maar voel wat je doet. Duw hem voor en weer bij. En voor en weer terug. Voor en de laatste. En nu opzij. Val opzij en terug. Val opzij en pak touw vast. Vrij en weer terug. En wissel dan van kant. Val, haal je terug. Val opzij en duw je terug. Val en bij. Nu om en om. Dus 1 en terug. 2 en terug. En 1 en terug. 2 en terug. En uit. En de laatste. Uit. En terug. En loop rustig uit. Knap gedaan. Je mag het best voelen. Je mag trots zijn op jezelf. Goed, dames en heren. We zijn aangekomen bij het einde van de les. We gaan door naar de cooling down. Zorg even dat je lekker komt staan. Voeten op schouderbreedte. Als u plaats heeft genomen in de stoel. Een lekker losse houding. We gaan allereerst onze arm even een beetje op spanning brengen. We gaan onze arm strekken. Bewegen we voorwaarts. En die duwen we met de andere hand van onder een beetje aan. Heel goed. Als het goed is, voelt u wat spanning op de buitenkant van uw arm. En weer terug naar voren. En rustig naar beneden. Doen we andersom ook. Eerst naar voren. Dan zijwaarts. En duw hem rustig aan. En weer terug naar voren. En naar achter. En de andere arm omhoog doen. Achter naar het schouderblad. Brengen de andere hand bij ons elleboog. En duw hem rustig naar beneden toe. Als het goed is, voelt u een beetje spanning aan de voorkant van uw arm. Goed, armen weer terug. Doen we nog een keer de andere kant. Omhoog, achter naar het schouderblad. Hand boven op de elleboog. En duw hem rustig naar beneden. Hou even vast. En we ontspannen weer. Heel goed. We gaan de schouders wat verder losmaken. We draaien rustig kleine rondjes naar achter. Mag de armen best meenemen. Is helemaal prima. Doe wat goed voelt voor u. En we draaien ook een keer de andere kant op. Netjes. Oké. Goed. We gaan de handen tegen elkaar aanduwen. En duw ze allereerst maar eens even goed in elkaar. Voel de wat spanning aan de buitenkant van de handen. En dan gaan we langzaam van boven naar beneden bewegen. Oké. Plaats de vingers in elkaar. En maak de polsen even lekker los. Beweeg maar op de tempo wat u fijn vindt. Alles is goed. Mag ook rustiger. En schud even goed los. Allerlaatst gaan we door met ook nog even de enkels wat losser te maken. Plaats allereerst de voet naar voren. Mag hem ook optillen. Is dat te zwaar? Laat u gewoon de voet op de grond staan. En draait u de enkel. Maar het mag ook opgetild. Net wat u zelf fijner vindt. En zet weer neer. Laatste. Andere been ook. Zet de teen in de grond neer. Of til het been even op. En draai de enkel. Heel goed. En zet de voet bij. En dan wil ik u weer hartelijk bedanken voor uw deelname vandaag aan de beweegles. Het was goed dat u meedeed en we hopen u morgen graag weer te zien. Welkom bij Helmond Schout.
eindelijk is het goede weer gekomen. En wat is er dan leuker dan tuinieren? Dat kan in Buurtuin Brandenvoort. Een moestuin en een bloementuin voor alle leeftijden waar gezelligheid de boventoon voert. En op donderdag is het seniorendag. Een buurtuin, dat zal wel uitsluitend gaan over wat er groeit en bloeit. Dat verwacht je misschien, maar zo is het toch niet helemaal. Soms komen mensen ook gewoon alleen om 10:30, speciaal voor de buurt en de koffie. En voor die koffie, daarvoor zorgt Jet. Die taak heb ik op me genomen, ook omdat ik zelf best wel lekkere koffie zet. Want niet te slap, weet je wel, zo'n slappe bak is ook weer niks. Jet zorgt voor de koffie, want we hebben een buurtuin Brandenvoort. Dat wil zeggen dat dit een ontmoetingsplek is voor alle bewoners uit Brandenvoort. Die willen buurten. Zijn het kritische koffiedrinkers hier? Ja, absoluut. Absoluut, want ze proeven het verschil tussen een A-merk, ik zal het A-merk niet noemen, maar huismerk. En daarnaast gaan we ook tuinieren. En dan tuinieren als een facette, want er is voor elk wat wils in de buurtuin. We hebben de tuin verdeeld in een groentetuin, in een kruidentuin, in een fruitstruikgedeelte, een keukenkruidengedeelte. We hebben allemaal verschillende taken. Er is een groepje die zorgt voor het plantplan, want we hebben hier ook een plan. We doen aan wisselteelt en dat betekent dat we geen pesticiden gebruiken hier. Heel laagdrempelig en toegankelijk. Het afgelopen jaar was moeilijk voor de buurtuin in Brandenvoort, maar ondanks corona heeft het werk nooit stilgelegen. We hebben om de beurt gewerkt, dus we informeren elkaar via een app, zo van wie is er in de tuin. Vorig jaar waren we daar heel nauwgezet mee, 1 persoon in de tuin. En nu zijn we met kleine groepjes in de tuin. Ook Jet is weer volop aan het werk en met veel plezier. Ja, je bent buiten en je bent met sportieve mensen en een ontspannen sfeer. En ja, en gaandeweg leer je wat over de plantjes en een beetje schoffelen en een beetje spitten en een beetje wieden. Heb je zelf groene vingers? Voor kamerplanten wel, maar voor dit soort dingen dan krijg ik wel eens zaadjes, maar dan komt het gewoon niet op. Of iets heel anders komt dan op. Niet wat op het zakje stond. Ik heb zelf groene vingers. Mijn vader is agrariër geweest. Het is een mierloze boer, een echte kersenpit, zo gezegd. En een stukje verderop heeft hij fruitboomgaarden gehad. Een extra reden om ook betekenisvol te zijn voor dit stukje grond. De groente en het fruit dat hier uitkomt, wordt dat mee naar huis genomen? Ja, de vrijwilligers die hier werken. Op het einde van de ochtend oogsten we met z'n allen. We leggen de hele buit op tafel en iedereen neemt een deel van de schat mee naar huis. En dat stukje van de buit, dat kan er ook voor u zijn. Je bent altijd welkom en we nodigen je dan uit om in onze groepsapp deel te nemen. Daar maken we foto's, want vergeet niet, niet alle vrijwilligers kunnen om diverse redenen aanwezig zijn in de tuin. Maar willen wel meegenieten. Vandaar die app, daar plaatsen we foto's en we plaatsen erop wat we hebben gedaan. Iedereen is hier welkom om te zijn en om mee te doen. Wat je wil. Fotograaf Jan-Dirk van der Burg selecteerde 35 kunstwerken uit het depot van Museum Helmond. En daaraan voerde hij een eigen visueel statement toe. Zo ontstond de tentoonstelling Ongewoon Alledaags. Hij reageert dus met eigen foto's op stukken van andere kunstenaars. De tentoonstelling is nog niet toegankelijk voor het publiek, maar er zijn wel een aantal filmpjes opgenomen met fotograaf des Vaderlands Jan-Dirk van der Burg. En in die filmpjes kan je toch een beetje zien wat de tentoonstelling Ongewoon Alledaags inhoudt. En kan je toch een beetje door de ogen van de fotograaf, door Jan-Dirk van der Burg, hè, die hem heeft samengesteld, word je meegenomen door zijn wereld, hoe hij ernaar kijkt. Hij bekijkt het kunstwerk en hij heeft dan een eigen foto die erbij hangt, want dat kan op elkaar lijken of heeft een bepaalde relatie. En daar vertelt hij een verhaal bij in dit filmpje, klopt. We staan hier voor de opblaaskerk van Esther Jansen. Een luchtkasteel zouden we ook wel kunnen zeggen. Dit heeft ze al meer dan 10 jaar geleden gemaakt. Op de computer. Het lijkt misschien een soort hyperrealistische foto, maar zij maakt dus dit alles op de computer. En wat mijzelf aanspreekt is het profetische karakter van dit
ja, dit werk, niet alleen dit luchtkasteel of ook de opblaasglijbaan die daar achter mij staat. Want wat zagen we sinds de komst van de pandemie, het coronavirus? Iedereen moest binnenblijven en er ontstond een enorme run bij de bouwmarkt op, ja, dit type recreatieve elementen in de voor- of achtertuin. Je ziet hier het luchtvaartkasteel, maar wat je vooral zag was de trampolinetuin. De opkomst van de trampolinetuin, mensen met een postzegelachtig voortuintje, die dachten van nou, als we daar een trampoline, past precies, tegels erin en klaar. En ja, hier heb je bijvoorbeeld ook een tuin waar ze eerst een trampoline gewoon, ja, uitgegraven hadden in de tuin. Dat bleek niet genoeg voor de inwonende kinderen. En hebben ze een extra trampoline bovenop gezet. Dus deze Big Mac, die vind ik het meest opzienbare. Dus dat leek me leuk om, ja, dit wat eigenlijk een fantasiebeeld is. En dat zie je vaak in de kunst. Dat op een gegeven moment wordt een fantasie, een profetisch beeld geschapen. En ja, ja hoor, 10 jaar, 12 jaar lang wachten. En daar is die. De Nederlandse variant. Wat ik hier, ja, wat ik zo waardeer bij Esther Jansen is dat ze die alledaagsheid zo goed in die details heeft gevat. Je ziet namelijk achter dat opblaaskasteel zie je de beroemdste lantaarnpaal van Nederland. De kegelarmentuur, de Industria 2000 van ontwerper Friso Kramer, die in iedere straat ongeveer staat. Precies die heeft ze uitgekozen om hier in te zetten. En een prachtig, ja, streepje doorzonwoning en een streepje galerijflat. Ja, zo heb je bijna de gehele Nederlandse wooncultuur in één beeld. Dus ja, dat vond ik een waanzinnig besef. Je verzint het in 2008 en in 2021 staat het gewoon echt in de tuin. Mooie verhalen uit de zorg. Dat is de specialiteit van fenomeen Tommy Niessen. De enthousiaste verpleegkundige uit Helmond blogt en vlogt op zijn eigen website en schreef al 3 boeken over de zorg. Tommy krijgt daarom binnenkort zijn eigen rubriek in dit programma onder de naam Goeie Buurt met Tommy. TommyInDeZorg.nl is gewoon een soort platform om verhalen te delen. Waar zorgverleners hun verhaal kwijt kunnen, zodat andere mensen een beter beeld hebben van wat werken in de zorg inhoudt. Een eigen site, TommyInDeZorg.nl. En ook boeken dus. Dus 1, boek, Tommy in de zorg. 2, Tommy in gesprek. Daarin vertelt Tommy zijn eigen verhalen uit de zorg. Ja, dat gaat eigenlijk over mijn eerste ervaring in de zorg. En over mijn, ja, hoe ik van mijn vooroordelen af ben gekomen. Eerst dacht ik van, werk in de zorg voor vrouwen, mensen in de zorg, oude mensen was dus saai. Maar toen ik het helemaal ging ervaren, toen zag ik pas het mooie van de zorg. En op een gegeven moment ben ik er gaan uiten door middel van video's, door filmpjes te maken, door verhaaltjes te schrijven over die oudere mensen, met die oudere mensen. Om te laten zien van, kijk eens hoeveel die mensen te vertellen hebben. Tommy gaat die verhalen nu ook opnemen met ouderen in Helmond. Die worden in dit programma uitgezonden in de nieuwe rubriek Goeie Buurt met Tommy. Ik geloof echt dat ieder mens een eigen verhaal heeft. En ik geloof echt dat ieder mens veel te vertellen heeft. En als ik met die mensen mag praten, weet ik wel de juiste vragen te stellen. Zodat er een leuk gesprek op gang komt. En dat er een, dan komt er een leuk gesprek op gang. En als je dat vast kunt leggen en als je dat kunt laten zien. En dan kun je zien hoe mooi mensen zijn. Nou, ik zou het superleuk vinden als jullie mensen je verhaal willen delen. Want ik vind het zonde als de verhalen binnen de 4 muren van een verzorgingshuis, van een verpleeghuis, van een woonzorginstelling blijven. Dus deel je verhaal. Verhalen delen helpt. Verhalen delen inspireert. Verhalen delen motiveert. En met verhalen delen zorg je ook voor mensen. Als u geïnterviewd wil worden door Tommy, dan kan dat. Mail daarvoor naar helmondschout@ditishelmond.nl met natuurlijk als onderwerp Tommy. Tachtig jaar verbonden aan 1 voetbalvereniging. Veel mensen zullen het nooit halen, maar Theo Lambert wel. Als 10-jarige jongen werd hij tijdens oorlog lid van MULO,
En dat levert mooie verhalen op. Want in 8 decennia was hij er voetballer, jeugdleider, bestuurslid en manetje van alles. Hoe belangrijk is Mulo voor jou geweest in die 80 jaar? Heel belangrijk. Ja, ik kon hem een ei kwijten. Het heeft je leven bepaald eigenlijk. Ja. Het werk van Theo Lambert voor zijn club Mulo is door het bestuur niet onopgemerkt gebleven. Dit is lid van verdiensten, dit was voor 25 jaar en dit was voor 70 jaar lid. In 1941 verhuisde de familie Lambert naar Helmond en het was toevallig dat Theo bij Mulo terecht kwam. Omdat ik een buurjongen erbij was en er wat meer gaan kijken. En toen heb ik me op een gegeven moment gemeld. Dus zodoende werd Mulo, want andere vereniging kon ik niet. En vervolgens 80 jaar lid gebleven van die club. Ja, dat zit nog steeds aan mijn hart. Veel meegemaakt. Als jeugdspeler ging jij kijken in Eindhoven, bij PSV, ja. Want daar was je fan van. Ja. Wat maakte je daar mee? Dat was nog in de oorlog, hè? Ja, dat was in de oorlog. Dat was een razzia door de Duitsers. En toen werd iedereen tot de 35 ongeveer werd meegenomen. Die gingen naar, moesten naar Duitsland om te werken. Mijn vader had geluk dat hij 35 was geweest. En wij mogen door een bepaalde poort mogen wij eruit. Dat moet als kind erg angstig geweest zijn. Absoluut. Ja, we waren toch wel een beetje bang voor die Duitsers. Ups en downs beleefde Theo bij Mulo. Hij bereikte het eerste elftal van de club, maar brak er ook zijn arm en ribben. Hij was een dienende speler, een verdediger. Dus zelf doelpunten maken was er niet bij. Nee. Nooit? Nee, geen één. Echt? Ja, jawel, met Penenti. Nee, die schieten wel eens ooit. Die hebben ooit gedacht, ja, ik zal hem zelf beschieten en dan heb ik het toch wel ooit gemaakt. Maar ver, dan niet, nee, want zo ver kwam ik niet. Nee, nee, dat mocht vroeger niet. Daar moest ik blijven. Dus tegenwoordig maken ze een veur, maar dat vroeger mocht dat niet. Theo heeft veel meegemaakt. Hij was zelfs eens tegen wil en dank scheidsrechter bij Mulo tegen HVV. Want er kwam Van Duppen bij mij en zei, wij beginnen scheidsrechter, wil ik even zeggen, ja, nee, dat doe ik niet. Ik wil niet fluiten, want dat ken ik niet. Dan ben jongens van betaald voetbal. Nee, daar kan ik niet aan beginnen. Nou, we zijn het veld rondgelopen, was hartstikke druk. Kon er niemand vinden. Nou, toen kwam hij weer naar mij. Ja, ik zeg, zal ik het doen? Heb ik in mijn goede pak, heb ik toch met stropdas om, heb ik toch gefloten. Nou, het is naar mijn mening goed verlopen. Ik heb 20 geen klachten gehad. Theo heeft nog samengespeeld met de bekendste Mulo-spelers, René en Willy van der Kerkhof. Die andere legendarische Helmonder, Willy van der Kuilen, kwam Theo pas tegen bij de veteranen. En ik wist hoe hij altijd passeerde. En dan weet je maar waar de schijnkant tegen. Hoe hij kap met die bal. Terwijl hij precies wist wat hij moest doen. Maar daar ook, die foto is hij mij voorbij gegaan. En die mannen, zo'n Van der Kuilen, Van der Kerkhof. Dat waren, die waren echt wel veel beter dan jij was. Voelde dat ook zo? Oh ja. Daar kon ik niet aan tippen. 80 jaar Mulo, geven ze een punt voor die club. Een 10 ga je niet geven. Hè. Als het ook minpuntjes ooit bij zich van Aert. Als het ook minpuntjes bij je ooit. Hè. Je hebt een goed voetballeven gehad. Ja. Hoe lang nog? Ja, zolang ik leef. Ga je er 100 halen? Ja, dat weet ik niet. Dat geeft waard. Daar ben ik bang voor. Ja. Dit was Helmond Schout voor vandaag. We hopen dat u met veel plezier heeft gekeken. En graag tot de volgende keer.